twee fikse successen voor de politie. Vrijdagavond kon op aanwijzing van de Friese politie in België de vermoedelijke dader van de moord in Sneek worden aangehouden. Vrijdagmorgen werd om 6 uur het levenloze lichaam van een 27-jarige vrouw aangetroffen in een woning aan de Partuurstraat in Sneek. De vrouw bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. Door intensief speurwerk en onderzoek kwam de Friese politie de verdachte, een 42-jarige man uit Denenkamp, in België op het spoor. Daar werd hij al 's avonds om 8 uur aangehouden door de Belgische politie. Maandagmorgen lukte het de Friese politie om 3 inbrekers aan te houden. Ze hadden rond 4:30 ingebroken in Jack's Casino in de Midstraat in Jouren. Korte tijd later konden 3 van de vermoedelijk 5 verdachten in Sneek en Jouren worden aangehouden. Wouter de Vries van de politie. Wouter, wat is er vannacht gebeurd? Ja, heel veel actie geweest in Jouren op een Midstraat. Bij het casino al daar is vanmorgen om 4:30 een melding binnengekomen. Zowel een alarmmelding als een melding van een getuige. Dat er werd ingebroken door een 4 à 5 personen die aan de achterzijde van het casino bezig waren om de deur open te breken. En toen? En toen, ja, dan komen wij in actie natuurlijk. En ik denk ook dat de mannen het in de gaten hebben gekregen dat er politieauto's aankwamen rijden. Er zijn 2 mannen die zijn in een auto gestapt en zijn met hoge snelheid weggereden. Nou, wij kregen deze auto op A7 bij het verkeersplein Jouren, kregen we die in de gaten. Deze auto is met hoge snelheid, achtervolgd door een aantal collega's van mij in politiewagens, richting Sneek gereden. Vlak voor Sneek is aan de linkerzijde zijn ze in een greppel terechtgekomen. Een slootje waar ze uit zijn gevlucht en vervolgens een bos ingerend. Nou, op dat moment is de meldkamer zo handig geweest om direct collega's van de hondenbrigade, hondengeleiders erbij te halen. Nou, 2 speurhonden hebben toen gelijk 2 verdachten aangehouden daar. Die zijn gelijk ingesloten en meegenomen naar het bureau. In de auto die achtergebleven was, hebben wij een geldbedrag aangetroffen. En dat geldbedrag was afkomstig uit het casino. Dus eigenlijk een eind weetje. Ja, eigenlijk wel. Een hele vette actie op dat moment. Alleen, er waren dus nog 2 verdachten, 2 of 3 verdachten die wij ook nog zochten. Waaronder 1 persoon met een trainingsbroek, met een witte bies aan de zijkant. En die meneer had ook een jas aan met een felrode capuchon. De andere man die was donker gekleed. Er waren mannen van Noord-Afrikaanse afkomst, CQ, ja, Marokkaanse afkomst. Nou, deze mannen die zijn lopend Jouren in vertrokken. Nou, vandaar hebben wij ook de collega's geactiveerd, jongens, om uit te kijken naar deze personen. We weten ook dat mogelijk gebruik wordt gemaakt van meerdere auto's. Nou, in de omgeving hebben we nog een 2 auto's aangetroffen. 1 bij de Geert Knolweg, waar ook een verdacht persoon in zat die niet uit Friesland kwam. En die hebben we gelijk aangehouden. De andere auto is aangetroffen op de Tuinen. Ook die auto hebben we in beslag genomen. Maar we zijn dus nog op zoek naar die 2 verdachten. Inmiddels zitten de 3 achter de deur. Die auto's, waren dat gestolen auto's of waren dat auto's van de verdachten? Nee, het waren geen gestolen auto's, dat kunnen we nu wel zeggen. Het waren wel auto's die waarin de verdachten hebben gereden of zeker rijden. Ja. Zitten jullie mee dit weekend? Ja, super. Dat voelt goed aan. Maar begrijp ik wel dat de recherche goed bezig is met allerlei zaken. Maar ook met deze zaken, daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. Maar geluk dwing je ook af.